Op een dag wilde Troy Tunnelvision zijn vriend Lester Carbonara helpen ontsnappen uit de gevangenis. Psst, Lester, Woody, vannacht ga jij ontsnappen. Ontsnappen? Ik weet niet hoor, ik heb mijn straf best wel een beetje verdiend. Niet zeuren, zagen. 34 postkoetsberovingen en met oud en nieuw heb ik nog een brievenbus opgeblazen. Nee, ik vind 5 jaar best redelijk. 5 jaar opgesloten? 4, als ik me goed gedraag. Weet je, Troy, ik heb een eerlijk proces gehad en mijn advocaat heeft me goed verdedigd. Een cowboy hoort niet in de cel. Ach, ik heb hier tijd om na te denken over mezelf. Ik krijg goed te eten, ik doe een studie kunstgeschiedenis en filosofie. Ik heb straf. Nou, laat ik dan maar proberen het beste ervan te maken. Hoe kom jij aan al dit softe gedoe? Van die sukkel, sheriff? Aangenaam kennis te maken, Troy Tunnelvision. Sheriff Buckwheat. Het bezoeker is overdag, Troy. Gaat u mij nu ook in de cel gooien, sheriff? Dat kan toch niet zonder eerlijk proces? Een vriend bezoeken buiten het bezoekuur kan ik je niet voor arresteren. Maar ik zei net die sukkelsheriff met zijn softe ideeën. Kan ik je niet voor opsluiten? Dat is vrijheid van meningsuiting. Freedom of speech. Maar u bent toch de baas in deze stad? Ook al ben ik de baas, jij mag zeggen dat ik stomme ideeën heb. Vind je niet leuk? Maar dat is jouw mening. Je mag boos zijn tegen de politie. Je mag demonstreren tegen de regering. Je mag zelf zeggen dat onze Mr. President praat alsof hij papier-maché in zijn kop heeft. Word je niet voorop gepakt? Dat is op heel veel plekken in de wereld wel anders. Daar ga je de cel in als je demonstreert tegen wie de baas is. En dan mag je niet zeggen wat je vindt of soms niet eens geloven wat je gelooft. En niet houden van wie je houdt. Hier is vrijheid. Alleen als je steelt, geweld gebruikt of iemand vermoordt, krijg je straf. Well, good to know. En wel fijn dat u mijn vriend goed behandelt. Ook al heeft hij straf verdiend. Nooit straffen om iemand te pesten. Je moet zorgen dat iemand er wat leuker en aardiger uitkomt. Hebben we allemaal wat aan. Right. Nou, ik ga maar weer eens. Wait a minute. Als het lot van gevangenen jou echt interesseert, meld je hier dan elke week een half uurtje. Hoezo? Dan gaan we samen brieven schrijven aan mensen die zonder echte reden in de gevangenis zitten. En protesteren tegen leiders die gemeen doen tegen hun volk. Want jij vindt mensenrechten ook belangrijk, toch Troy? U weet toch dat er landen bestaan waar mensen niet eens mogen zeggen wat ze vinden? En zo gingen deze drie aan de slag voor mensenrechten. Want hoe goed ze het in dit cowboystadje ook voor elkaar hebben, op sommige andere plekken in de wereld is het nog steeds net het Wilde Westen.